Nou, ik ga je meenemen in een hotel gym, billen, benen, workout. Ik ben momenteel in het Ritz-Carlton in Hawaii. Wat hebben we hier? Hello, me, myself and I. Veel armapparaten. Hier ga ik wat benen op doen. Ik heb natuurlijk een loopband. Ik heb hier wel een leg extension. En ik heb hier als luxe ook een lying leg curl. Ga ik die doen? Zeker, de answer is yes. En de kracht van een workout in een hotel gym is letterlijk kijken, hey, wat is er? Wat kan ik doen? Waar kan ik dingen in aanpassen? En daar het beste uit halen. Wat ik altijd heel erg fijn vind, is echt focus on. En hierin mentaal mezelf iets anders voorbereiden dan in een andere gym. Want hey, er gebeurt hier niet zoveel. De vibe is nou niet echt uplifting. Dat ik denk, wauw, we gaan vet knallen. Dat is vaak in de hotel gym net even iets anders. Dus dat mag je echt zelf gaan doen. En ik ga mezelf beloven, hey, ik ga er alles uit halen. Hey, het is een workout denk ik van een 3 kwartier. Ik ga behoorlijk doortrainen. Omdat het hier net iets lichter trainen is, besluit ik maar 45 seconden te hebben per set, zeg maar. De rust die ik ertussen pak, om wel iets meer door te trainen. Dan pak ik daarna nog even wat cardio bij. En daarna worden mijn extensions er weer lekker ingehangen. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Dus ik heb een goede reden om goed door te trainen. Alrighty, hey, ik ga beginnen. Ik ga je meenemen in de feest. Oké, de hotel gym doe ik altijd even 1-2 opwarmzetjes. Dat ga ik hier ook doen. Het is een andere lijn curl waar ik normaal gesproken thuis mee train, onze home gym. Dus ik ga eerst even testen, hey, hoe voelt hij? En vanuit daar ga ik opladen. Werkt hier natuurlijk ook met pounds in plaats van hey, kilo. Dus dat is voor mij altijd heel even omrekenen van hey, wat voelt uiteindelijk goed? Ik ga 4 sets doen voor 15 herhalingen. Of het is er 15 en 20 herhalingen. Wat het belangrijkste is, en zeker ook bij een hotel gym. Ik zeg nu wel tussen rond de 15 herhalingen, maar ga echt trainen tot je been. Maak gewoon ook halve herhalingen, want je wil echt je benen hier leeg trainen. Dus die halve herhalingen die maken ook zeker heel erg uit voor de kwaliteit van je training. Dus denk niet bij 15 herhalingen, oh yes, hey, I'm done. Maar train echt tot wel falen, zeker in een hotel gym, omdat je er wel alles uit kan halen. Nogmaals, vaak train je toch wel net iets lichter. Hey, de andere om je ook een beetje met de techniek mee te nemen, waar ik aan denk, is dat ik net zeg maar hier onder mijn bil, hier als eerste spanning zet. En vanuit daar trek ik eigenlijk mijn hak naar me toe. Waar ik aan wil denken is dat mijn bil niet helemaal way omhoog gaat. Nou, nu is dit eentje, die is flexibel aan de voorkant, dus je bil gaat wel iets wat naar voren. Maar normaal gesproken als je zelf filmt, wil je dat je bil vlak blijft en niet wat je heel vaak ziet, dat je bil helemaal omhoog komt. En helemaal naar beneden gaat, dan zit je vervolgens op je onderrug te trainen. Naar mijn mening heel erg zonde. Want je wil je bil trainen. Dus ga echt heel bewust zeg maar onder je bil aanspannen. Vanuit daar wil je hem echt aantrekken. Ga visualiseren dat je spier echt hierin in de squeeze gaat. Dus ik ga nu mijn 15 herhalingen ongeveer. Ga ik even. Hey, de volgende is de cable squat. En ik kan nu weer even wat zeggen, want de loopband maakt heel veel geluid. Hey, ik hou hem zo meteen voor me. Wat ik doe is mijn schouders way naar achteren houden. En waar ik op let is dat mijn lichaam recht naar beneden gaat. Dat mijn rug echt recht naar beneden gaat. Wee, omhoog. Zodat hij niet bol en hol trekt. Een andere is dat ik echt voor zorg dat mijn knieën over mijn grote teen naar buiten gaan. En weer terug. Dus wat ik niet wil hebben is dat mijn knieën is een scharniergewricht dat ze dit gaan doen. Ik wil dat de knie recht op het scharnier way blijft. Dus druk je knieën continu naar buiten. Wat je soms ziet in de gym is dat dan de knieën in één keer naar binnen klappen om omhoog te gaan. Maar dan zit je compleet niet op je bil te trainen. En dat is echt niet wat je wil vanwege het scharniergewricht. Dus ik ga nu beginnen. 3 setjes, 15 herhalingen, ongeveer weer 15 herhalingen. Ik kijk gewoon wanneer mijn bil op is. Burnt, burnt, burnt. Oké, let's start. Leg extension. Ik doe 4 sets, 15 herhalingen. Ook best wel hoge herhalingen hier weer. En waar ik je altijd blijf, trots rechtop zitten. Niet gaan gooien, maar ga van je af duwen. Ik zet eerst spanning hier op dit gedeelte van mijn been. En vanuit daar ga ik echt uitdrukken. Zet eerst spanning
Hey, dat je de kabel ook echt op spanning voelt en vanuit daar en door. Alrighty, let's start. Hey, de laatste oefening, hip thruster, single leg, gewoon met body weight en dan gaan we pulse doen. Dus twee pulses bovenaan, één herhaling is eentje helemaal naar beneden, pulse, pulse, eentje helemaal naar beneden, pulse, pulse. En dan single leg, dat is een van onze zwaarste oefeningen in de hele training. Het is leuk, want dat kan je echt in elke hotel gym. Kan je dit gaan doen? Oké, train met me mee, gezelligheid. En laat vooral ook weten onder in de comments hoe jouw training is gegaan. Of je hem fijn vond. En hey, stuur me via social media even een foto van je rode hoofd die je hebt. Hierna ga ik nog cardio doen. Doe ik op helling. Denk het standje 7. Een half uur, 3,5 kilometer. Mijl is dat hier. 3,5 kilometer, nee, per uur. Ga ik hem lopen, dus helemaal niet heel erg hard, maar wel de helling pakken dat ik mijn heart rate omhoog gooi. Alrighty, hey, ga ik mee. Ik zag dat in mijn schema, dat was de één laatste oefening. De laatste oefening is de kickback. Ik ben mijn cuffs ben ik vergeten, we hebben zelf een cuffs. Zo'n band om je enkel, super fijn bij de glute kickback, want daar ga ik mee afsluiten. Oké, ik heb hier alleen mijn handvat, maar ik heb een trucje hoe ik dat altijd doe in hotel gyms en hoe ik dat vroeger letterlijk altijd deed als ik niet een band om mijn enkels had. Alrighty. Hey, ik heb hem hier heb ik hem liggen. Wat ik doe is letterlijk mijn voet die doe ik erin. Ik zet hem tegen mijn hak aan en vervolgens ga ik de glute kickback in. En dit was mijn workout in een hotel gym. En te speak loop ik lekker terug. Even wachten op de lift. Ga ik me even heel snel opfrissen. En dan ga ik mijn kapper ophalen die mijn extensions weer gaat terugzetten. I'm so happy! Yay! Hey, laat me even weten wat je van de video vond. En leuk als je een likeje even geeft. En train ze. Go for it. Ook de laatste herhalingen. Daar gaat het om. En heel veel plezier met deze training. Doei!